Hiërarchie is misschien niet het handigste om over te beginnen als ik zo informeel gekleed ben. Maar er is wel een hiërarchie. En ik wil het even hebben over de hiërarchie binnen een reguliere juridische dienstverlener. Zoals bijvoorbeeld Dutch Lawyer en de UAE. Niet leuk om te horen, maar bovenaan staan de klanten die ons een retainer hebben betaald. Het zijn klanten die vooruit hebben betaald voor eventuele uren die we gaan maken voor hun zaken. Their cases. Daaronder staan natuurlijk de klanten die netjes vooruit hebben betaald. Op basis van een contract of op basis van een e-mail. Daaronder staan de klanten die nog niet hebben betaald, maar waarvan we wel vrij zeker weten dat ze gaan betalen. En daaronder de grootste groep, dat zijn prospects. Mensen die wel vragen hebben gesteld en die vaak antwoord willen hebben. En vaak binnen een dag antwoord willen hebben. Maar die nog niet betaald hebben. Die mensen hebben dus geen voorrang op de drie groepen die ik zojuist beschreven heb. Sorry.